niet opvallen. En er zijn er een paar die dan toch met hun eigen unieke stijl komen. En dacht ik, ja, daar hou ik van. Mag ik uw aandacht voor Cici Bollatini? Kijk eens op je microfoon. Oh, I'm making an entrance. Yes, that's an entrance. Kijk, look at you, look at you. Oh, thank you. Well, ik dacht, girl, I want to be festive with you. Oh, is dit festive? Nee. Op zijn Marokkaans is alles festive. Je bent Marokkaans. Yes. Hoe zeg je goedemorgen in het Marokkaans? Sabah al-khair. Sabah? Al-khair. Al-khair. Sabah al-khair. Ik keek toevallig naar je Instagram. Ja? Filmpje. Mm-hmm. En toen zat je in de auto. Oh ja. En het was goedemorgen mama, goedemorgen papa, opa. Het ging maar door. En dat doe je altijd. Ja, ik groet gewoon eigenlijk. Ik probeer in alle talen die ik ken, probeer ik een beetje iedereen te groeten in de ochtend als ik ga filmen. En ik vertelde toen ook een beetje over dat wanneer wij in onze cultuur, wanneer we iemand groeten, dan vraag je over heel de stamboom. Hoe gaat het met je vader, je moeder, je opa, je oma, de kinderen, de neven, de nichten, de buren. Basically everybody. Kan je dat even zeggen in het... In het Marokkaans? Ja, maar praat je nou Berber of... Ik praat het allebei. Allebei? Ja. Maar hoe ga je het nu vertellen? In het Marokkaans-Arabisch. Marokkaans-Arabisch. Kijk in die camera. Oké, nou daar komt ie hoor jongens. Hold your horses. Sbah al-khair, labas, begeer, kosje, labas, kosje, begeer, kosje, labas, kosje, labas, kosje, begeer, kosje, labas, kosje, labas, kosje, labas, kosje, Ik vind het zo leuk. Ik wou dat ik het kon, Arabisch. Zo'n mooie taal. Oh, thank maar you. Ik heb een kaartje. Oh ja, dus je roots? Ja, Marokkaans. Moeder en vader geboren in Marokko. In het noorden. Okay. En ik ben geboren in Amsterdam. In Amsterdam. Amsterdam. Dus je bent van Amsterdam. Yes. Ja. En waar woon, waar woon je zelf nu? Leuk kaartje. Wat doe je precies? Ik heb dus als stewardess gewerkt. 2 jaar in Abu Dhabi. Bij Etihad Airways. Okay. En ik heb daar 2 jaar gewoond. En ik ben nu sinds mei ben ik terug in Nederland. En ik deed dus tijdens het vliegen... In Abu Dhabi? In Abu Dhabi. Hoe was dat om daar te wonen? Interesting. Interesting. Quite interesting to say. Het was heel warm. Keep it safe. Letterlijk en figuurlijk. Het was... On a Sunday. On a Sunday, pittig. Ja. Dus het was wel heel erg leuk. Het is heel erg outgoing daar. Het is heel veel buiten zijn, drankjes doen, heel veel gezelligheid, heel en veel vrolijkheid. Je ging natuurlijk over de hele wereld met je beroep. Ja, dus ik was er eigenlijk part-time. En part-time was ik ergens anders in de wereld. Ja. Dus dat was wel... Hoe oud ben je als ik vraag? 26. Wauw, gorgeous. En op een gegeven moment dacht je van, ik wil iets anders. Ja, dus ik deed dat in combinatie met eigenlijk het laten zien van mijn passie voor fashion. En op een gegeven moment kwam ik er niet meer aan toe. Omdat ja, na een 16 uur durende vlucht wil je eigenlijk gewoon 24 uur slapen. Maar ik was dan in Australië of Jakarta. Okay. Dus ik moest dan even natuurlijk de stad verkennen, leuke foto's maken. Dus voor mij was het doorgaan, Je ging gewoon door. En ik kon het, op een gegeven moment was het te veel. Dus ik moest een keuze maken van... Ja, die keuzes die we moeten maken. Choices. Gelukkig kunnen we keuzes maken. Ja, gelukkig wel. Want je bijnaam is de traveling... Turbanista. Geldt dat dan nog? Zeker. Ja. Sinds dat ik ontslag heb genomen bij de airline, heb ik inmiddels zoveel... Oh. Oh, je moet hier... Ja. Oh, ja. Ja. Test. Ik heb inmiddels een internationaal netwerk opgebouwd, waardoor ik nog steeds reis, omdat hotels wel het leuk vinden als ik ze nog altijd kom reviewen. Ja. En ik heb, is de batterij op? Nee. It's the airline. We worden gecensureerd. Nee. Wat raar. It is the heat of your hand, darling. Oh. Als het goed is, doet hij het, ja. Nee. Halleluja. Ja, gaat het lukken zo? Ik hou deze wel even bij. Oh, oké. Okay. Dus, hij wil jou hebben. The mic wants you. We're talking about microphones on a Sunday morning. Anyway, ga door.
Ga door. Oh, ja, dus toen heb ik maar besloten om ontslag te nemen en fulltime te doen waar echt mijn passie ligt. En dat is het delen van mijn fashion style, sense, beauty, lifestyle. En eigenlijk mijn dagelijks leven nog altijd. Ja. Maybe it needs a new battery. I don't know. Check it out. Ja, en je gaat dus naar die evenementen, hè, in Amsterdam als influencer, word je uitgenodigd. Voornamelijk fashion, neem ik aan, beauty en traveling. Ja. Daar word je voor uitgenodigd, je moet langskomen en dan maak je een review. Ja, ja precies. In Nederland is het voornamelijk dan fashion en beauty eigenlijk. Dus voor heel veel beauty brands en fashion brands. Het travelen doe ik eigenlijk nog steeds internationaal. Dus ik heb bijvoorbeeld afgelopen zomer heb ik heel veel hotels gereviewd in Marokko. En ik ben ook naar Hongkong geweest en naar Jakarta geweest. Vertel even, wat ging je in Jakarta doen? Nou, ik was daar uitgenodigd voor Jakarta Modest Fashion Week. En er is echt een hele grote fashion scene in Indonesië. En er zijn zoveel verschillende kleine zelfstandige ondernemers eigenlijk. Die dan graag ook die fashion industrie in willen gaan. En dus daarvoor hebben ze internationale influencers uitgenodigd. Die graag zich kunnen identificeren met de modest fashion style. Dus met een turban of misschien met een hijab. Want er zijn best wel veel dames die daar dat ook dragen. En die willen er ook graag fashionable bij lopen. Maar dat is toch een industrie die altijd wel vergeten wordt. Terwijl zij best wel big spenders zijn ook. Die kopen ook kleding. Ja, want elke keer als ik in Jakarta ben, dan valt het me ook op in hoe modern ze het dragen, ja. Natuurlijk. Hè? Want op de een of andere manier in Nederland kennen we het beeld ook. Maar als ik dan naar jou kijk ook, dan moet ik ook denken van ja, daarom voel je me ook op. Want het wordt bijna diva-achtig. Ja. Dan eigenlijk een hoe noem je het? Een hoofddoek. Chaka Moza, die had het ook. Maar dit is dan de verschillende manieren hoe je eigenlijk een hoofddoek kan dragen. Maar dat is dan ook een keuze. Absoluut. Het is een keuze. Hoe je het draagt. Ik heb ook af en toe draag ik het ook niet. Ik heb natuurlijk ook in de airline gewerkt en daar hadden we een hoedje op of soms ook niet. Het is iets wat ik vind dat bij mij past, bij mijn cultuur, maar ook bij mijn geloof. Maar it's not an obligation. Dus ik vind dat iedereen die een turban wil dragen, die moet dat kunnen dragen. En daar hoef je niet van een bepaalde cultuur voor te zijn of van een bepaalde religie of van een bepaald land. It's a fashion statement. Als je nu naar Vogue kijkt, je kijkt naar de fashion shows, dan zie je me ook met een turban. Komen ze de catwalk oplopen. Dus ik heb dus daarom zoiets geprobeerd te creëren wat een beetje fashion van nu, maar met een stukje cultuur erin en een stukje religie. En het is voor iedereen. En als je het niet wilt dragen, dan is het ook prima. Je hoeft het, iedereen kan het doen eigenlijk. Iedereen kan het dragen. You need your own show. Het gaat maar door. Geweldig. Maar de manier van het dragen. Dus het is geen probleem dat je een stukje haar ziet. Nee, dat is dus je eigen keuze. Okay. Hoeveel haar je laat zien, wil je wel haar laten zien, wil je het niet laten zien. Ik heb er gewoon mijn eigen stijl van gemaakt. En ik zie dat nu ook steeds veel meer opkomen. En het zijn ook meiden die bijvoorbeeld misschien wel hoofddoek hebben gedragen of niet hoofddoek dragen, maar misschien dat wel willen doen. Die vinden dit dan een leuk opstapje. Of dames die het heel lang dragen, maar het graag een eigen twist willen geven. Die kunnen hier ook inspiratie uithalen. Ik heb ook heel veel de vraag gekregen van vrouwen die bijvoorbeeld een ziekte hebben en daardoor haar hebben verloren. Die dragen dat dan ook. Die willen dan er toch fashionable bij lopen zonder dat ze raar worden aangekeken. Dus mensen hebben diverse redenen waarom ze het willen dragen. En dan had ik ook een vraagje, want dat heb ik me altijd eigenlijk afgevraagd. Want ik ben misschien nog van die old school, dat ik dacht, nou oké, die meisjes die een hoofddoek dragen, die dragen ook geen make-up, want het mag allemaal niet, het moet allemaal heel simpel. En wat is dat, want ook in Jakarta of waar ik ook ben, zie ik toch heel veel meiden, net als met jou, ook helemaal done. En god, een extra wimper erbij. Dat is toch best wel outspoken voor wat wij misschien in Nederland dachten ooit, hoe een vrouw met een hoofddoek naar buiten mag treden. Ja. Kan je dat even verklaren? Of van in hoeverre is dat getolereerd? Of is dat per gebied anders waar je vandaan komt? Of is dat de moderne islam?
er bestaat niet zoiets als een moderne islam. Islam is nooit veranderd en islam is ook nooit gemoderniseerd. Het is dat een ieder besluit voor zichzelf hoe hij of zij de islam wil toepassen in zijn leven. Net als hoe als wij iemand buiten op straat zien lopen en diegene heeft, draagt geen hoofddoek, draagt geen kruis, draagt geen kappeltje. Ik kan je ook niet zeggen wat voor religie diegene heeft. Maar kan ook diegene kan ook gewoon in een bikini buiten lopen en op de zondag naar de kerk gaan. Dat is zijn ding, haar ding. Het is aan een ieder eigen keuze hoe zij ervoor kiezen. Even wachten hoor. Hij doet het. Ja. Great. Die mag jij. Oké. Dus ik begrijp. In deze tijd is het dus ook dat de islam heeft bepaalde regels. En het is aan jou hoe jij die regels wil toepassen op jouzelf. Ja. En we leven nu nou eenmaal in een tijd waarbij vrouwen zich mooi willen maken. Maar ze willen ook dicht bij hun cultuur en religie blijven. Dus daar ga je dan gewoon creatief mee om. Ja. En dan krijg je mensen met een turban en nepwimpers. Ja. And that's me. Dus heel veel stijl. Oh, thank you so much. Het maakt het ook gewoon, met alle respect tot de andere vrouwen die wat minimalistischer zijn. Mm-hmm. Maar het plaatje is natuurlijk altijd heel mooi om te zien zo thank op deze you. Manier. Het geeft mij een bepaalde glamour. Wat jij denk ik ook wel heel geweldig vindt. Want ja. Wie zijn jouw stijliconen? Zij benoemde dus al iemand. Dat is Sheikha Moza. Sheikha Moza. Ja, zij is sowieso number one. Die was ook op de bruiloft van koning Willem-Alexander. Ja, zij was daar ook. Ja, inderdaad. Zij heeft al zij heel viel ontzettend op. Heel ik erg. Ik was aan het kijken. Ik denk, wie is die vrouw? Ja. Helemaal met een geweldige turban heet het. Absoluut, ja. Ik vind ook Queen Rania, vind ik ook... Van Jordanië? Jordan. Ja, ook. Het zijn hele... Meghan Markle vind ik ook echt een stijlicoon geworden. Ja. Dus ik hou echt van classiness en elegance. En iedereen die dat een beetje uitstraalt, daar ben ik wel fan van. Ja. En als je gaat influenceren, je bent een influencer, moet je dan vloggen? Doe je dat? Ja, je moet eigenlijk helemaal niks. Want je bepaalt lekker, zelf wat je wel en niet gaat doen en laten zien op je social media. En sinds ik terug ben in Nederland en ik hou me een beetje bezig met de Nederlandse influencing scene, mis ik een beetje classiness en elegance. I kind of miss that. Ja, in Abu Dhabi is het heel normaal. Oh, jongens. Hij moest ooit een keer misgaan. soms voel ik me ook wel een beetje extra hier als ik ergens. Eigenlijk val je dan dus weer alleen maar op. Ja. Het heeft ook wel weer zijn voordeel. Het heeft ook wel zijn voordeel, maar het is soms jammer. Ik begrijp hem. Ja. Soms ging ik ook altijd, als ik moest werken of als ik was uitgenodigd, dan kwam je aan. Denk, nou, ik ben dus de enige die moeite heeft gedaan en de rest komt gewoon weer op zijn. Gimpen of zo, bijna. Dat is het ook. Maar goed, ergens heb ik dan zoiets van, weet je, ik heb dit toch niet voor jullie gedaan. Ik heb dit voor mezelf gedaan. Wow. I feel good about the way I look. So I did it for myself. Oeh, yes! Ja. Even kijken. Met welke filmster zou jij een film willen maken? Dat is natuurlijk George Clooney. Oh! Hallo, bubble. Come and sit down. Waarom George Clooney? Ja, hij is echt zo die man. Echt in films en altijd zo serieus en strategisch. Maakt plannen, lekker zo. We houden daarvan. Ja, ik zie jou wel een soort James Bond. Ja, toch? Ja, zo. En dan komt opeens hij binnen zo van... Oh my god. Oh ja, ik wilde nog wat vragen. Oh, jouw achternaam. Ja. Bolatini. Klinkt Italiaans. Hartstikke leuk verzonnen, ja. Oh. In de tijden goed verzonnen. We niet wilden dat de broers achter onze Facebook kwamen, moesten we heel creatief zijn. I'm talking about 10 years ago. Oké. Ja, mijn achternaam is Bolla Krief en ik wilde een Facebook maken. Ja. En dan wilde ik niet dat mijn broer achter kwam. Oh. Ja, maar dat mocht niet in die tijden. We mochten geen Facebook. Je bent hysterisch. Ik hou ervan. Ja, girl. I'm telling you the ugly truth. No, it's not ugly. It's the truth. It's the truth. En dan vind ik Bolatini, ben je echt wel creatief goed bezig geweest. Ja. Want dat is bijna iets zo van Sophia Loren, Sissi Bolatini. Ja. Is Sissi dan wel je voornaam? Nee! Girl, if my lashes are fake. Oh, nee.
Het komt van Siham. Siham is mijn echte naam. Oh, mooi. Maar Sisi is wel mijn... iedereen noemt mij eigenlijk Sisi. Ja, je ja. roepnaam. Ja, mijn roepnaam, ja. Nou, Sisi, ik vond het echt geweldig dat je hier was. Want jouw energie... Haar energie is geweldig. Thank you so much. Waar kunnen mensen je dus vinden online? Op, ja, dus op Instagram is dat Sisi Bollatini. En ja, dus dan zie je een turban langs vliegen. That's me. That's you. That's me. En op YouTube eigenlijk dezelfde naam. Ja. Ja. Oh, dus je bent wel op YouTube? Ja, ik doe wel op YouTube, maar een beetje wisselvallig. Want het gaat op met moeden. ja. Nee, maar ik vond het echt super dat je hier was. Superleuk. Dat je de tijd hebt genomen. Absoluut. Je bent zeker iemand die ik in de gaten ga houden. Leuk. Thanks for the invite. Yes. En we gaan elkaar gauw zien. Yes. Mag ik een applausje voor Sisi Bollatini? Thank you. Ciao, baby. Mwah. Yes, 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 yes. Oh, wat gezellig alweer. Ik neem gewoon even een